En zo gaan we dan de laatste bocht in, waarbij Everglide Rapida probeert afstand te nemen van de concurrentie. Heeft nu anderhalve lengte voorsprong. Tweede plaats wordt Daydream Halo. Branko DF komt in het tweede spoor. Aan de binnenkant ligt dan Brainwave. En zo komen de paarden de laatste rechte lijnen met nog 250 meter ongeveer af te leggen. En in die laatste rechte lijn is het Everglide Rapida die aan de binnenzijde, ja, toch... Uitgeschakeld nummer 6, Telgang Galop. De 6 is eruit en het is Everglide Rapida. Daar komt aan de buitenzijde Ristof Blue van de laatste plaats naar een gedeelde tweede, derde plaats. Maar het is Everglide Rapida, die lijkt nog altijd en wint de koers. Naar de tweede plaats gaat er nog Fernando Medo en Ristof Blue dicht daarbij. Ereronde van de winnaars, Everglide Rapida, Danny Brouwer. En daarmee wint Danny Brouwer en Everglide Rapida winnen hier de vakantieprijs. En tot op heden doet Danny het dit weekend fantastisch. Gisteren was hij in Berlijn, had daar twee koersen en wist ze allebei te winnen. Vandaag in de eerste start in Groningen wint hij ook direct. Dus drie koersen, drie keer winnen. Mooi succes ook voor uiteraard de familie Krebas. Afgezien dat Bas het paard getraind, is natuurlijk Hans Krebas de eigenaar. En zijn moeder met name traint dit paard het meest. Natuurlijk het snelwerk gebeurt door wel op stal in band. Zo, dan is die foto al gemaakt. Loop ik nog gauw eventjes naar Danny, want Danny heeft nog meer koersen. Zometeen Ella Ginny. Maar eerst eventjes over deze Everglide Rapida, want het was een, ik denk, redelijk eenvoudige zege. Ja, Harry Pols maakte het me nog iets wat moeilijk, maar ja, ik mag onderweg wel tempo, de laatste ronde mag ik het eigen tempo bepalen. Ja, dat vindt hij leuk. Hij werd wat makkelijk, als zijn paarden dan weer naartoe komen, dan pakt hij het wit weer op en dan gaat het sterk naar huis. De man in vorm, Danny Brouwer, 3 starts dit weekend en 3 keer winnen. Dat is de beste moyenne die je kan krijgen. Oftewel een perfecte bilans, zegt ze in Duitsland. En u, dames en heren, mag een groot applaus laten horen voor Danny Brouwer en deze Everglide Rapida. Meter nog. En de start is gevallen. Paarden zijn gestart voor de eerste koers. Ristof Blue begint als laatste aan het karwei. En na de start is er een strijd om de leiding die in eerste instantie wordt gewonnen door Daydream Halo. Daydream Halo heeft de leiding genomen en een lengtevoorsprong. Met op de tweede plaats Everglide Rapida. Derde aan de binnenzijde ligt dan Marco Spin. Hij rijdt Brainwave. Maar het hele veld wordt nu voorbij gegaan door Everglide Rapida met Danny Brouwer. Die de leiding neemt bij het indraaien van de bocht. En direct op de huid wordt gezeten door Bombari. Bombari in het tweede spoor. Aan de binnenkant ligt dan Daydream Halo. In vierde stelling Brainwave. Vijfde erachter. Branko DF. En zo zijn we aan de overzijde van de baan met verderweg in het veld Fernando Medo. Die wordt gevolgd door Elma WT. Daarachter is het Ristof Blue. En de rij wordt gesloten door Esme Dumer. Halverwege de rechte lijn aan de overzijde. Een aardige strijd die ontstaat, want Harry Pol zet druk op de ketel met Bombari tegen Everglide Rapida. 3 paarden worden gevolgd door Brainwave in het tweede spoor. Daarachter volgt op een Tomedo en Elma WT. Daarachter is het op dit ogenblik dan niemand minder dan Ristof Blue als voorlaatste. En Esme Dumer heeft moeite om het tempo te volgen als de paarden de rechte lijn voor de tribune inkomen. En zo dadelijk de laatste ronde gaan opzoeken met toch een redelijk dicht gegroepeerd veld. Aan de buitenzijde Bombari, aan de binnenzijde Everglide Rapida. Brainwave ligt in het tweede spoor voor Daydream Melo als vierde, dan Branko DF. Daarachter volgt dan aan de binnenkant Fernando Medo, gevolgd door Elma WT, daarachter Ristof Blue. En aangesloten is nu ook Esme Dumer als de paar nu de laatste ronde ingaan. En ze op weg gaan in de bocht met aan de binnenkant lichtvoordeel nu voor Everglide Rapida. Everglide Rapida, maar die voelt nog steeds de hete adem in de nek van Bombari die in het tweede spoor ligt. Marco Spin vindt het nu tijd worden om met Brainwave ook attent dichterbij te komen. Aan de binnenkant ligt daarachter dan nog altijd
tijd. Die Daydream Melo, Branco DF, die schuift een half plaatje op. Daarachter dan Fernando Melo, gevolgd door Elma WTS. Medumer verlaat de laatste plaats en verwijst in Christophe Blue daar naartoe. Paarden halverwege de rechterlijn aan de overzijde. Het spel gaat zo dadelijk op de wagen. Bombari zakt terug door het veld en het is aan de kop nu. Everglide Rapida met een lengtevoorsprong. Daydream Melo ligt nu in tweede stelling. Daarachter dan Brainwave. Aan de binnenkant is het Fernando Melo. Aan de buitenzijde komt Branco DF naar voren. En zo gaan we dan de laatste bocht in. Waarbij Everglide Rapida probeert afstand te nemen van de concurrentie. Heeft nu anderhalve lengte voorsprong. Tweede plaats wordt Daydream Melo. Branco DF komt in de tweede spoor. Aan de binnenkant ligt dan Brainwave. En zo komen de paarden de laatste rechte lijnen met nog 250 meter ongeveer af te leggen. En in die laatste rechte lijn is het Everglide Rapida die aan de binnenzijde uitgeschakeld nummer 6, Stelgang Galop. De 6 is eruit en het is Everglide Rapida. Daar komt aan de buitenzijde Christophe Blue van de laatste plaats naar een gedeelde tweede, derde plaats. Maar het is Everglide Rapida die leidt nog altijd en wint de koers. Naar de tweede plaats gaat er nog Fernando Medo en Christophe Blue dicht daarbij.